Vandaag in het DBC Nieuws, het jaarlijkse boekenbal, de oudere fittest en het was alweer feest in Liemt. Albert Heijn, Fresh Mix. Dat is heel veel vers voordeel in de mix. Bij Plus houden we van rijst. Neem nou onze Fairtrade pandanrijst. Een lange korrel met een lichte nootachtige smaak. Heerlijk, maar ook eerlijk. Want de rijstboer in Thailand krijgt er van ons een goede prijs voor. Dat is goed voor de boeren daar. En goed voor de boeren hier. Wist dit, hè? Wat zoekt hij nou, joh? Oh, de saus. Waar ken ik hem toch van? Plus, goed eten. Daar houden we van. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Bokstel. Welkom bij het DBC Nieuws van woensdag 11 oktober. De opening van bezoekerscentrum De Liemse Hert was voor de Liemdenaar reden voor een feestje. 3 dagen lang waren er allerlei feestelijke activiteiten onder de noemer Liemde pakt uit. De grootste happening was de opening van een Liemse hert. Welkom in de nieuwe boerderij. Geef de ogen goed de kosten in de boerderij, want het is de moeite waard. In de oude boerderij en de barrierweg heeft Speel een modern bezoekerscentrum gerealiseerd. Met behoud van oude elementen. Veel bezoekers namen een kijkje in de monumentale boerderij die door vrijwilligers helemaal werd opgeknapt. Met gezellige muziek werd de opening een echt feestje. Voor de kinderen waren er allerlei spelletjes. Met een oud treintje werden mensen naar andere locaties gebracht. Zoals naar een oud bakhuis waar zelfgebakken brood kon worden gemaakt. De Sixtijnse kapel in Liemde? Volgens wethouder Peter van der Wiel lijkt de kiosk er wel op. De vloer is namelijk uitgedost met een echt Liems ganzenbordspel. De Liemse jeugd ging natuurlijk meteen een potje spelen. Vele Bokstelse bedrijven lieten zich zaterdag van hun duurzame kant zien. De Groene Innovatieroute was een van de grootste activiteiten tijdens de Duurzame Week in Bokstel. Wethouder Erik van den Broek opende de innovatieroute door een rondje te rijden op een elektrische fiets. En collega Peter van der Wiel sprong gezellig achterop. Maar liefst 20 bedrijven waren te bezoeken. Zo ook Nick en Mick Ocean Soul. Daar waren prachtige dieren te zien. Gemaakt van oude slippers. Bokstelse ondernemers hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het onderwerp maakt steeds meer deel uit van onze samenleving. Zo worden elektrische auto's steeds populairder. Bloederige littekens, vreselijke vleeswonden en witte spookgezichten. Op vrijdagavond 6 oktober werd voor de kinderen uit groep 7 en 8 van de Bokstelse basisscholen het boekenbal georganiseerd. Zoals gebruikelijk vond dit weer plaats in de Sint-Petrusschool en in de bibliotheek aan de Burghakker. Het thema van dit jaar was griezelen, gruwelijk, eng. Ruim 200 kinderen genoten van deze spannende activiteiten. Met activiteiten als botten vangen, sprinkhanen eten en een spookhuis was het boekenbal aangepast op het thema. En dat was natuurlijk best spannend. Ik probeer een zombie uit te beelden. En waarom een zombie? Omdat vandaag thema griezel is voor boekenbal. Nou, Jaron is eigenlijk zonder engigheid al heel eng. Hallo jongens en meisjes. Dit is de 13e keer dat we het boekenbal organiseren. En we willen met z'n allen veel plezier maken. Thema is griezel. Hoe ben je daar eigenlijk naartoe gekomen? Dat is heel makkelijk, want wij houden altijd het thema van de kinderboekenweek aan. En het thema van de kinderboekenweek is dus nu griezelen, gruwelijk eng. Dus dat doen we altijd. Nou, waarom doen wij het? Er zijn heel veel activiteiten voor jonge kinderen. Hè? Er is gewoon heel veel animo. En de charme van deze avond is, kinderen mogen zelf hun keuzes maken. Al gaan ze de hele avond, God mag weten, dat mogen ze zelf weten. Ja, helemaal prima. Ja. Nou, het was wel leuk, want je bent in één keer op een bal, zal maar zeggen. En je kunt gewoon even lekker dansen met de trailer van Michael Jackson. En dan straks met z'n allen lekker buiten dansen. En hoe is het voor jou? Ook leuk. Want jij bent er wel verschrikkelijk aan toe, hè? Ja, dat heeft iemand gedaan. Ik vind het een beetje eng.
Nou, ik hoop dat u vannacht heel rustig kunt slapen. Dus laten we snel doorgaan met het volgende onderwerp. Fans van Nederlandstalige muziek kwamen zaterdag aan hun trekken in Manege de Langspier. Het evenement Hollandse Kost XL trok 1250 bezoekers. En die zongen allemaal luidkeels mee met hun favorieten. De Bokselse zanger Jordi van den Boer organiseerde Hollandse Kost XL. En hij kwam natuurlijk zelf ook het podium op voor een feestelijk optreden. Ook andere bekende zangers zoals Django Wagner en Danny de Munk waren van de partij. 140 senioren kwamen zaterdag naar Sint Ursula voor een fit-test. Ouderen konden hun conditie en evenwicht testen. Ook werd het gehoor gecontroleerd en bloed afgenomen. Doel van de fit-testdag is meer inzicht te krijgen in de gezondheid van de Bokselse senioren. Wat verwacht u van deze dag? Ik zal eens kijken of ik wel zo'n gezonde fan ben zoals ik denk dat ik ben. Dat hoop ik tenminste. Hè? Er zullen mensen zijn die zeggen van ik wil de bevestiging, het is allemaal goed. Ja. En er zijn mensen die, ik ben onzeker, vertel me eens. Ja. Ja. Dus en daar zit alles tussen, maar ja. Beide gaan gebeuren. Ja. Wij zijn ergotherapeuten en dat houdt eigenlijk in dat we kijken met mensen naar wat voor dagelijkse activiteiten gaan nu niet meer door een beperking of doordat ze ouder worden. En we gaan er proberen voor te zorgen dat de mensen dat gewoon weer zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven doen. Hier gaan we testen doen, ja, lichamelijke testen, of je nou knijpkracht hebt of hoe je evenwicht is en dat soort zaken. Kijken naar bloedwaarden en naar bloeddruk. Lengte en gewicht, hè? Dus overgewicht is nogal eens een probleem. Ja. We hebben diëtisten hier, gehoortest. En daar komen er straks allerlei gegevens uit. En dan gaan de mensen in een nagesprek, gaan ze dan samen de sociale contacten doornemen. Wat doe je dagelijks leven? Waar loop je vast? En het kan zijn dat je autorijden nog belastend vindt, maar je oog-hand-coördinatie niet goed. Dan moeten we het daarover hebben, denk ik. Was het niet moeilijk? Nee. Ik heb toch bepaalde oefeningen gezien dat ik dacht, nou, dat is toch best wel pittig. Nee, voor mij was het redelijk. En de uitslag is ook goed? Ja, is ook goed, ja. Nou weet ik ook weer een beetje meer over hoe ik ten opzichte van mijn leeftijd functioneer. En dat valt best mee, ja. Dus je bent een gezegend mens? Nou ja, dat ben ik. Mag ik uw leeftijd weten? Ik ben 79. U wordt zeker 100? Ja, maar dat hoeft dan ook weer niet, hè. De vier muziekkorpsen uit Bokstel, Lennisheuvel en Liemt verzorgden zondag een gezamenlijk optreden in Lennisheuvel. Het jaarlijkse klaverconcert trok ook deze keer weer veel ouders, grootouders en andere belangstellenden. De vooral jonge aspirantmuzikanten trakteerden de muziekliefhebbers op uiteenlopende nummers in gemeenschapshuis Orion. Muziek van fanfares en harmonieën kan ook heel modern zijn. Dat bewezen de muzikanten met het nummer I've Got a Feeling van de Black Eyed Peas. Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn we er weer. En we hopen dat u dan ook weer kijkt.